Ja. En dan over personele bezetting gesproken, denk ik dat het de komende weken, en het ontstaat nu al langzaam, toch uitdraait op, kan de topman van Schiphol aanblijven, Dick Benschop, ja of nee? Of moet daar dan weer een extra vacature openkomen? En de vraag is of ze die dan wel kunnen vullen. Maar wat interessant is, wat je niet moet vergeten, is dit is een van de duurst betaalde semi-ambtenaren van Nederland, Dick Benschop. Schiphol is geen overheidsinstelling, maar is wel van een groot deel in de handen van de staat. Deze man verdient naar verluid richting het 500.000 per jaar voor dit werk. Zit dan inderdaad op een fluisterbootje in een plas als op dat moment zijn eigen luchthaven totaal in de soep loopt. Of hij is in Davos. Of hij zit in Davos. Hij was ook nog in New York om een prijs in ontvangst te nemen even daarvoor. Ja, daar is toch wel heel veel commentaar op. En ik ben benieuwd of hij dat vol kan houden als hij komende dinsdag in de Kamer niet met een sterk verhaal komt. Of morgenochtend, want hij is morgenochtend bij Buitenhof op NPO 1 te zien. Ik denk dat hij daar ook helemaal doorgezaagd gaat worden. Maar wat heeft hij daar voor verhaal en kan die dan aanblijven? Hoe is het te verklaren trouwens? Ik vind het fascinerend dat wanneer het alle hens aan dek is, dat je er dan gewoon niet bent. Onwaarschijnlijk. Maar wat denken jullie dat dat dan is bij zo'n corona? Dat denk ik. Ah nee, goed, die is gaan duiken. Die heeft zijn kop in de zand gestoken. En volgens mij zie je dat wel vaker. Hij haalde natuurlijk gewoon. Ik heb daar zelf gestaan toen ik naar Griekenland ging op vakantie. Hij had daar bij die brandweer moeten staan om flesjes uit te delen. Hij had alle kritiek over zich heen moeten laten komen. Hij had daar moeten staan, zoals Bert als burgervader dat ook mee zou moeten maken. Je moet af en toe die klappen opvangen. Maar dit zegt denk ik iets over de afstand tussen de top en de werkvloer. Precies. Hij heeft daar nooit echt gewerkt natuurlijk. Hij is niet iemand van... Ja, en die mensen die daar staan, dat is ook wel belangrijk, die werken niet eens voor hem. Hè? Want nee, dat zijn die aannemers, onderaannemers. Voor de G4S of weet ik veel, van die beveiligingsbedrijven, die vullen die handjes bij die scanapparaten. Dat zijn niet de mensen van Dick Benschop zelf. En van mensen als Dick Benschop wordt dan gezegd, zij weten hoe de hazen lopen in Den Haag. Maar weten ze ook hoe de hazen lopen op zijn eigen werkvloer? Ja, dat kan je afvragen. Dat kan je afvragen, want hij is in 2002 volgens mij, Thomas, dat weet je beter. Toen werd de PvdA afgeslacht bij de verkiezingen. Toen is hij vertrokken. En wonderbaarlijk dat zijn man er toch ergens weer met een of andere parachute op zo'n functie terechtkomt. Die is daar genezen, schamen de dood voor. Michel, echt niet goed. Niet goed.